moet even het kaartje kopen. Hallo allemaal, welkom bij alweer nummertje 75 met de vlogs. En we zijn nu in de winkel van het Nijntje Museum, het Centraal Museum. Die heb ik jullie nog niet laten zien, dus dan gaan we nu eventjes kijken. Kopjes. Ja. En al een dingetje van Rosti Maypal. En daar gaan jullie binnenkort meer van zien. Deze heb ik. Allemaal Delslo dingetjes. Ik moet nog kijken voor 2 cadeautjes. Of in ieder geval cadeautjes voor 2 mensen uit Japan. Maar dit is een beetje riskant om mee te nemen, denk ik. Die zijn ook zo schattig. Maar ja, dat haken, dat kan ik zelf ook nog wel een keertje doen. Deze hebben we thuis ook. En die. Deze keer is oma mee. Gezellig. Allemaal leuke kaarten. Die hebben we thuis ook. Kleding, allemaal shirtjes. Dat shirtje heeft Danny. Allemaal boekjes. En kleine souvenirtjes. Toen ik de eerste keer naar Japan ging, heb ik zoveel klompjes meegenomen en aan mensen gegeven. Maar misschien is een keer iets van Nijntje ook wel leuk. Oh, dat wordt echt moeilijk kiezen. Hey Danny, ga je kloppen? Ja, we gaan wel daarheen. Rustig aan, hè? Even wachten, er zitten andere kindjes. Je kan wel op fietsje. Henny had deze gekregen uit Japan van Hitomi. En die gaan we proeven. Het is zoete aardappel. Hallo Henny. Hoi, ik kijk naar een tank. Ja, ik kijk naar een tank. Op YouTube. Ja. Oeh, wat allemaal van die zakjes. Huh? Heel dik. Dikke chips. Het smaakt naar zoete aardappel. Apart, dit heb je helemaal niet in Nederland. Maar er zit ook maar 1, 2, 3, 4 chipjes in. Kijk. Het is voor een kleine tussendoortje.
Het is wel erg lekker. Dankjewel, Itomi. Kijken wat jij ervan vindt. Het maakt heel veel herrie. Oh, lekker. Ja! En ik ook!